Meesterstand is streng maar rechtvaardig. Als er een probleem is, weet hij direct een gepaste oplossing. Als de bal plat is, dan gaan wij bij meester Stan en dan blaast hij dat op voor ons. Directeur Stan is eenvoudig, hij staat midden zijn personeel. Hij wordt op handen gedragen door de leden van de oude vereniging en door de ouders. Meester Stan is een super toffe directeur, omdat hij voor ons een super toffe boomhut heeft gemaakt. En van een saaie refter heeft hij een super leuke gepimpte refter gemaakt. Meester Stan, de man die alles kan! Je staat altijd voor iedereen klaar met een groot gebaar. Als je ziet dat iemand iets niet doet, vraag je, gaat alles wel goed? 'S Morgens is hij vroeg op school, 's avonds laat op school en ook op woensdag namiddag begeleidt hij leerlingen op sportactiviteiten en is hij zelfs buschauffeur. Als mama te laat is voor de opvang, dan moeten wij bij meester Stan gaan zitten. En dan mogen we op de tablet. Meester Stan was niet alleen mijn directeur, maar ook mijn papa. Wat ik zeer goed vond aan hem is dat hij mij nooit voortrok en dat hij mij altijd behandelde als elke leerling. Ik vind meester Stan echt tof, want hij is bijna nooit kwaad. Meester Stan heeft mij geholpen met mijn tafels, omdat ik ze nog niet zo goed kon. Daarom mocht ik op de iPad om mijn tafels te oefenen. Er zijn 200 kinderen op de basisschool in Merwati en kent alle namen ervan en ook van de ouders. Dat is toch eens een slimme directeur? Het zijn wel mijn laatste maandjes, maar ik zal je wel heel hard missen, meester Stan. Nomineer meester Stan, want meester Stan is de beste!